Nou, we zijn hier omdat we bezig zijn met een groep jongeren om hun weerbaarheid te vergroten, te versterken. Ze hebben allemaal eigen doelen opgesteld, waarbij we ze ook gaan helpen en gaan begeleiden. Zij gaan de komende weken hier keihard aan de slag, zowel hier op Centraal Station als bij de PT, de gym bij Olaf of eventueel in de wijk. Training 1. Hey jongens, we hebben vandaag geen training. Alleen, we hebben wel training, maar niet fysieke training. Omdat we nu 20 trainingen hebben, hebben we ook tijd om te werken aan dingen zoals wat we nu vandaag gaan doen. Doelstellingen maken. Fietsen zonder armen. Vanuit Prezikhaaf University bieden wij een intensieve trekbegeleiding aan ruim 30 jongeren uit de wijk Prezikhaaf en omliggende wijken in Arnhem-Noord. Hierin gebruiken wij personal training als een middel, als sport, om in te zetten om deze jongeren veerkrachtiger en weerbaarder te maken. Daarna stellen we met deze jongeren doelen op. Aan het begin van de trainingen die we zijn gestart, hebben deze jongeren een eigen doel opgesteld. Er zijn zowel fysieke doelen als mentale doelen. Daarin leren zij eigenaarschap, leren zij eigenaar te worden van hun ontwikkeling. Leren ze ook van een bepaalde groeimindset te leren dat je iets niet kan, maar iets nog niet kan. Dus dat je daarin jezelf kunt ontwikkelen en niet zomaar opgeeft. Dat wordt ook gevraagd tijdens de trainingen door de personal trainer. Die laat deze jongeren tot het uiterste gaan en wij willen de koppeling maken bij deze jongeren aan de verschillende domeinen waarin ze opgroeien en waarin ze leven. Dat ook zowel op school als je omgeving, als thuis, dus vanuit het pedagogisch driehoek, het belangrijk is om sterk te staan, zelfvertrouwen te hebben en ook te leren omgaan met tegenslagen. Kamer nummer 6. Willen over, Nigel? Willen over en leg jezelf niet plat hier, dus niet dit doen. Daarom met die spanning, ja? Dit is heel belangrijk voor mij, omdat als eerste gingen mensen me altijd onderschatten, omdat ik een spierziekte had. Ja, doordat ik train, heb ik wel veel meer zelfvertrouwen gekregen. Mentaal gewoon geholpen, de 20 trainingen. Ik zie ook dat ik gewoon volwassener ben geworden. Ik ben echt rustiger geworden, op school ook. Trainingen helpen me eigenlijk gewoon om rustig te maken, gewoon rustig te blijven, zeg maar. Dat ik gewoon normaal ben. Kom maar, lekker. Ik ben dus Ilias. Ik ben Ilias. Het is het een of het ander, hè? Je mag hulp vragen, hè? Ik zou gelijk hulp vragen, vertel eens. Jullie zijn een beetje aan. Kom op. Kom op. Jij bent China, man. Dan heb jij dus. Kom op. Hey, Kom op. Drie op drie. Drie neerzetten? Nee, jij niet. We doen drie opnieuw, ja? Komt-ie. 1. Hup. Oké, nog twee. Dan zijn we er. Komt-ie. 2. Nog. Hup. Drukken. En de laatste. Kom maar. Kom, Bieden, hallo, ik zit al te wachten hier.
En druk. Okay. Kom op. Ja. Nou, wat zo mooi is aan dit project is dat je in real time jongens bepaalde vaardigheden aanleert die ze de rest van hun leven heel goed kunnen gebruiken in welke setting dan ook. En sport vergroot als het ware gedrag dat er al is uit, want je wordt onder druk gezet en het wordt zwaar en je gaat vermoeidheid voelen. En daarmee wordt al heel snel zichtbaar hoe jongens in elkaar zitten. Waar ze tegenaan lopen, welk gedrag dat effectief of juist ineffectief is, ze laten zien. En vaak is dat ook het gedrag dat we gewoon in het dagelijks leven kunnen zien. Alleen met sport haal je dat heel gemakkelijk naar boven. Nou, en dan in dat project zijn ze niet alleen bezig met zichzelf fysiek ontwikkelen, maar ook juist op mentaal en persoonlijk vlak. Ze leren dingen als omgaan met feedback, samenwerken. Wat je het beste kunt doen als je tegenslagen tegenkomt of in de frustratie belandt. In plaats van daar gewoon met elkaar over te praten in een hele klassikale of schoolse setting, gaan ze het echt zelf ervaren. En kan je iemand direct aanspreken op zijn gedrag. Van hé, ik zie nu dat dit gebeurt en wat is het effect daarvan? En op die manier kunnen we ze eigenlijk op een hele bijzondere wijze veel leren en dingen leren die ze ook direct mee kunnen nemen in hun dagelijks leven. Maak je klaar. Borsten boven zetten. Naar overheen kiepen. Niet zeggen. Niet zeggen. Ik wil zien dat. Ik wil zien dat je het niet kan. Anders kan je het. Gewoon gaan. Bukken. Gewoon bukken, jongen. Doorzakken. Durf doorzakken. Zie maar wat er uitkomt. Je mag alles op het bankje. Kom hier dan. Kom. Alleen zakken. Zakken, Bilal. Kom op. Dieper. Jij kan het. Bilal, gewoon doen. Oké, doe eerst een bank. Eerst hier staan. Links zo. Jij hebt het eerst. Handen erop. Komt ie. Hier. Dat is 1. Kom. Dat is 2. Lekker. 3. Dat is 3. 4. Dat is 4. Ga door. 5. Ga voor 10. We moeten op 10 hier. 6. Kom door. 7. Heel goed. Kom maar. 8. Kom maar, laatste. 9, nog eentje. 10. Lekker. 1, naar die borst. 2, 3, dieper. 4, 5, 7, 8, 9. Lekker. Laag. Druk. Hai. Lekker. Dat is de eerste. Helemaal uithangen. Nou man, kinderen overheen. Eroverheen. Je moet eroverheen. Door. Kom op. Eroverheen leggen. Liggen laten. Kom op. Niet afgeven. Kom op. 1. Uithangen. 2. Kerel. 3. Dat is veel te makkelijk, joh. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Okay. Dat is 1. Heel netjes. 2. Uithangen. Nee. Verder uithangen. Ja, daar zo. Kom maar. 3. Sterk. Helemaal uithangen. Benen breed. Netjes hoor. Nog eentje. Ga door. Blijf ademen. 6. 7, 8, 9, 10. Ga er even zo in. Kom maar. Kom maar. Hoog. Lekker. Vindt jullie 11? Ik heb nu 20 van je doelstelling. Kom, 12. Kom, we hebben echt een leeftijd. Zie je? Ja, ik kan wel. Yeah, we're trying.
applaus voor jou.